Ik ga vandaag zo lang mogelijk proberen FIFA 22 te spelen op mijn PlayStation 5. Zoals je kan zien staat het hier al open en ben ik ready om te gaan beginnen. Want de support op de vorige video waarbij ik dus zo lang mogelijk probeerde de game is super goed ontvangen. Jullie hebben toen achtergelaten dat ik zo lang mogelijk FIFA 22 moest spelen, dus dat ga ik vandaag doen. Dus laat nu gelijk in de reacties weten wat ik de volgende keer als challenge moet doen. En wie weet regel ik dan jouw challenge en ga ik die challenge in een video doen. Ik zou het ook super nice vinden als je gelijk eventjes een blauw duimpje omhoog achterlaat. Laten we de 1000 pluklijst proberen te halen. En wil je mij nou supporten en ben je nog nieuw en niet geabonneerd? Klik dan even op dat abonneerknopje. Zou ik heel erg nice vinden. Ik ga even snel de spelregels uitleggen. Ik mag vandaag alleen maar FIFA 22 spelen op mijn PlayStation 5. Zoals je hier kan zien, dat is het enige wat ik dus mag doen. En het enige waarvoor ik dus eventjes achter mijn PlayStation vandaan mag, is om naar de wc te gaan, is om avond te eten of te lunchen of iets in die richting, en om eventjes te douchen vanavond. Maar goed, daar gaan we nu nog niet aan beginnen. We gaan nu gewoon gelijk beginnen met de game, want ik heb er super veel zin in. FIFA 22 staat klaar en we beginnen de tijd dus zeg maar om 11:30. Zoals je kan zien, het is bijna 11:30. Dus ik ga nu FIFA opstarten. Here we go. Kijk eens aan, daar gaan we. Ik ga straks co-op spelen. Ik ga allerlei dingen spelen vandaag, dus jullie gaan erachter komen. En ik ga dus kijken hoe lang ik het vol kan houden door dus alleen maar FIFA te spelen. Dus ik zou zeggen, let's go, we gaan beginnen. Ik ga timelapse laten zien, alles in die richting. Maar ik denk dat het tijd is voor ons allereerste potje. Zo, waar ik dus als eerste mee ga beginnen is een potje seizoenen spelen, want dat speel ik het meest in FIFA, omdat ik dat gewoon het leukst vind. Zoals je kan zien ben ik divisie 6 en we gaan proberen ja, zo laag mogelijk te eindigen deze video. Ik ga straks ook wat kopen spelen samen met Jack en ik ga natuurlijk ook nog allemaal andere dingen op FIFA spelen, maar ja, ik vind seizoenen gewoon het leukste om te doen. Daar ga ik nu ook gewoon mee beginnen. Waarom? Ik heb geen zin om 1000 euro's aan FIFA te spenderen om dan vervolgens een goed team in fit te hebben. Dus ja, ik vind dat een beetje zonde. Dus, zoals je kan zien, de allereerste wedstrijd gaan we zoeken en die ga ik hopelijk ook winnen. Ik ga spelen met Paris Saint-Germain. Dus het allereerste potje is een feit en het is precies 11:30, zoals je kan zien. Het begint niet lekker, dames en heren. Ik zat de eerste helft 2-0 voor en die guy komt gewoon letterlijk terug tot 2-3 in de eerste helft. Zo begint. Dan moet je maar even maar de video pauze zetten. Ik ga van mijn kontje kaars veten om te kijken of ik dit nog goed kan maken. Het begint niet lekker, dames en heren. Deze wedstrijd was echt zulke bullshit al. Ik verlies met 4-7. Legit, met 4-7. Ik stond gewoon gelijk 4-4 toen liep die kaart over me heen. Maar ik heb nog 4 wedstrijden om degradatie te voorkomen. Dus dat moet wel goed komen. Ik weet niet of ik promotie nog kan halen. We gaan het proberen. Maar goed, het begint niet lekker. Ik ga straks ook wat timelapse aanzetten. Maar dat wil ik nu nog niet doen. Want ik ga jullie eerst gewoon de potjes een beetje laten zien. Maar hoe we nu spelen, ga ik divisie 6 nooit uitkomen. Maar goed, we gaan gelijk door met een nieuw potje. Straks komt Jackie, die is nu eventjes aan het douchen bij hem thuis. En dan belt hij me op Discord. Dan gaan we lekker kopen. Hopelijk dat ik daar wel wat beter in ben. Maar goed, we hebben tot nu toe in divisie 6 2 wedstrijden gewonnen en 4 verloren. Dus ja, we moeten even beter ons best doen. Zo, de volgende potje is compleet van mij. 3-0 van mij. Als het goed is gaat hij rage quitten. Kijk maar, 3-0. Nou, lief maar bro. Ga er nog uit of blijf in de game? Kijk. De verbinding met de tegenstander is verbroken. 3 punten binnen weer. Eerste helft Jantje. Perfect. Zo moeten we ze gewoon hebben, want dan gaat het gewoon goed. Ik kan het wel. Alleen net verpest ik het gewoon goed. We hebben nu 9 punten. Ik denk dat ik nog te weinig potjes heb voor promoveren. Maar goed, dan moeten we het nog een keer proberen. Nou, als ik de tweede pot die ik nu speel nog uit handen ga geven. Het staat met rust 5-1 voor mij en deze kerel wil maar niet lieven. Als ik de volgende twee potten nog weet te winnen, kan ik volgens mij nog wel promoveren naar divisie 5. Maar dat weet ik dus niet zeker. Daar gaan we tegenkomen. Eerst moet deze guy er maar eens uit. Dus ja, we gaan kijken of in de tweede helft die wel wil lieven. Oh, de verbinding met de tegenstander is verbroken. Let's go, weer 3 punten. Let's go. Dit ga je nooit geloven. Jullie gaan het nooit geloven. Ik zei dat ik niet ging promoveren. Divisie 5 is in de pocket. Ik heb de laatste 4 potten gewoon gewonnen. Waardoor ik met 1 punt letterlijk goed kwam voor 16 punten. Oh mijn god, ik heb mijn kontje er zo al gezweten, jongens. Ik wil het niet weten. Maar goed, divisie 5 is in de pocket. Let's go. Nu doorpakken en proberen naar divisie 4 te komen. Ik ga eerst nog even wat potjes in divisie 5 spelen. Jackie is er nog steeds niet. Dus die gaan er vanzelf wel zien komen. Oh mijn god. Let's go. Ik begon echt slecht. Maar nu... we hebben dit. Nou, mijn potje is afgelopen. Ik heb gelijk gespeeld. Ondertussen in divisie 5 1 verloren en 1 gelijk. Maar Jackie is daar. Dus dat betekent dat wij co-op gaan. En ja, zuur. Ik heb 1 gelijk gespeeld, 1 gewonnen en 1 verloren tot nu toe in seizoen of divisie 5. Maar goed, we gaan co-op spelen. Het is ondertussen ook 1 uur, zoals je kan zien. Dus zijn we 1,5 uur bezig. Dus we zijn tot nu toe ja, best wel oké. Dus ja, het gaat tot nu toe best wel oké, vind ik. Het heeft een kwartier geduurd voordat we het eerste potje konden vinden van co-op. Maar... we hebben hem gewonnen. Ik heb mijn statief erbij gepakt, dus dan ga ik hem even opzetten. Zo. Ga ik even een timelapse van een potje FIFA laten zien. Dus let's go. Mensen, koop is eruit, want Jackie is geracequit. We hadden alles gewonnen. 1 gelijk gespeeld. En Jack is koop geliefd. Jack is al klaar met FIFA.
Ik nog niet, dan ga ik maar weer terug naar seizoenen, want dan ga ik verder met seizoenen spelen. Misschien dat Jackie dan straks nog komt. Maar ja, als je Kobe wil spelen, heb je twee mensen nodig. Dus het is bijna 2:30. Kijk, dus ik ben al lekker lang bezig, maar wij gaan weer verder met seizoenen in divisie 5. Ik ben benieuwd wat we daarvan gaan maken dan. Ja, ik ben FIFA opnieuw aan het opstarten. Ik ben namelijk geracequit. We gaan eventjes wat anders doen. Normaal speel ik natuurlijk met Paris, maar... Ik ga nu een potje met Manchester United spelen, want ik ben heel erg benieuwd hoe Ronaldo speelt. En dit hele team is gewoon gedowngrade. Wat is dit dan? Nou goed, ik ga weer een potje zoeken. Hopelijk dat het met Manchester wel goed gaat. Ik heb nu 2 gewonnen, 1 gelijk en 2 verloren in divisie 5. Dus we hebben nog 5 wedstrijden over. Dus kijken wat we hiermee kunnen doen. We hebben in ieder geval een tegenstander gevonden. We gaan kijken wat dit potje wordt. Dames en heren, ik begin langzaam een beetje geïrriteerd te worden. Ik kom tegen de tegenstander van Manchester United. Wat is die club slecht op FIFA? Zeg, oh mijn god. Ik kom letterlijk tegen Paris. 5-1 krijg ik om mijn oren. Ik word gek. Ik ben gewoon weer geracequit. Ik ben de game nu aan het opstarten. Maar het is bijna 4 uur zoals je kan zien. Dus ik ben deze game al 4,5 jaar aan het spelen. Maar wat ik dus eventjes moet gaan doen is mijn video uploaden. Dus dat is een kwartiertje ongeveer. Dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik neem even een kleine break van FIFA van een kwartier. Omdat mijn video gewoon eventjes online moet. Ik heb Tom nog niet gegeten. Dus ik neem het een kwartier om te eten. Doe ik eventjes om mijn video te uploaden. En dan ga ik daarna maar gewoon weer met Paris Saint-Germain spelen. Want dat Manchester is zo... fucking slecht, sorry. Video staat in de upload zoals je kan zien voor de mensen die geloven. Mijn FIFA staat hier ook nog klaar. Dus zodra mijn video geüpload is, gaan wij gewoon gelijk weer door met FIFA. En dan hoop ik dat ik in ieder geval wel weer wat potjes ga winnen. Want zoals je kan zien, dit zijn niet echt hele goede stats. Terwijl deze 4 wel chill waren, maar goed. Dames en heren, ik ben zo dichtbij deze controller door mijn kamer heen te gooien. Ik dacht, ik ga nog 1 potje met Manchester spelen, ga ik niet meer doen. Bij deze, voor iedereen die elk weekend FIFA speelt. Ik heb zoveel respect voor jullie. Dat jullie 20 potten jezelf kunnen opsluiten voor Weekend League. En deze bullshit allemaal tegen kunnen krijgen. Ik weet het. Ik ben niet zo goed in FIFA. Ik mag niet zeiken. Maar ik heb oprecht respect voor iedereen die elk weekend zichzelf opsluit om FIFA te spelen. Echt oprecht. Dit zijn de stats nu. Het is echt dramatisch. Ik ga eerst het team weer even veranderen naar Paris. Want dit team is zo drama, jongen. Dat Manchester United. Echt waar. Ik ben echt blij dat mijn moeder roept om te gaan eten. Ik heb namelijk weer een potje verloren. En ik ben dus gedegradeerd naar... Ik weet niet eens welke divisie. Voor mij weer divisie 5 of zo. Dus ik ga FIFA even afsluiten. Ik kan mijn PlayStation even afkoelen. Dan ga ik even lekker eten beneden. En dan ga ik hopelijk daarna weer normaal door kunnen spelen. Want ik ben echt op het moment om alles kapot te gooien. Ik ben echt aan de race. Serieus waar. Ik ben blij dat ik geen timers heb gemaakt. Ga ik misschien zo meteen doen. Ik ga in ieder geval naar beneden. Het is 5:10 en ik ga even avond eten, dus tot zo. Kijk eens aan, dames en heren, wat we gaan avond eten is lekker. Ik wou zeggen bami, maar dit is nasi. Mam, ik word helemaal gillend gek van dat FIFA boven. Ik ga het eigenlijk nog één kan geven na het eten. Ik hoop dat ik nu een beetje kan afkoelen. Ik word helemaal gek van dat pauperspel, ik sfeer is. Jij moet waarschijnlijk al horen gillen, of niet? Ja, al meerdere keren. Nou jongens, ik ga even lekker eten. Ik heb met een heel elftal boven zat. Nee, ik speel alleen, maar goed. Eet smakelijk, jongens. Jongens, mijn avondeten is op. Ik ben FIFA weer aan het opstarten en ik ga het nog 1 kans geven. Het is 5:15. Here we go. Ik ga een potje in. En ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik hoop dat ik hem win. Mensen, het spijt me. Ik ga mezelf beschermen. Ik weet het, als jullie het niet mee eens zijn. Ik heb weer verloren. En als je ziet waarom ik heb verloren. Ik speel letterlijk 3-2 tegen iemand die er niks van kan. Ik weet niet hoe laat, het is 5:30. Ik heb ongeveer 6 uur lang FIFA gespeeld, maar ik ga mijn controller anders gooien. En ik vind dat echt te zonde. Ik wil niet nog een keer 60 euro betalen aan een nieuwe controller. Helemaal niet aan eentje met custom paddles. Dus ik ga mijn FIFA afsluiten, game sluiten. Ik ben er klaar mee. Het spijt me, jongens, echt. Ik heb echt geen zin om iets te slopen. Ik weet dat jullie het willen zien, maar ik ga het niet doen. Het spijt me, echt. Oh mijn god.